Stefan hier van History Hustle en we staan hier in Singapore. En in deze video ga ik het hebben over het ontstaan en de kolonisatie van Singapore. De geschiedenis van Singapore gaat terug tot in de 14e eeuw. Singapore maakte deel uit van het Sriwijaya-rijk en heette toen nog Temasek. Maar toen dit rijk in de 15e eeuw ten onder ging, werd de stad Singapura genoemd. Wat betekent stad van de leeuw. Volgens de legende had de koning van Sriwijaya een leeuw uit de zee doen zien opduiken. Maar dit is nogal onwaarschijnlijk, omdat A, er geen leeuwen voorkomen in dit gebied, en B, ze ook niet uit de zee opduiken. Een andere theorie zegt dat Singa in het Sanskriet steen betekent, en daarmee zou het refereren naar het rotsachtig gebied hier, en dat is veel waarschijnlijker. Het waren de Britten onder leiding van Sir Thomas Raffles, die op deze plek landden op 27 januari 1819 en een handelspost stichtte en daarmee de basis legde voor de huidige stad Singapore. De stad diende als uitvalsbasis voor de handel met Zuidoost-Azië en maakte deel uit van de British East India Company. Maar deze ging failliet en daarna ging Singapore deel uitmaken van de zogeheten Straits Settlement, samen met Penang, Dinding en Malacca. Gedurende de 19e eeuw groeide de bevolking van Singapore gestaag. Dit kwam veelal door Chinese immigranten die hier op rubberplantages kwamen werken. In de jaren 70 van de 19e eeuw was Singapore het centrum van de rubberexport. Na de Eerste Wereldoorlog legden de Britten hier grote marinebases aan, de Singapore Naval Base. En dit had te maken met de gestaagde groei van het Japanse Keizerrijk. Volgens minister-president Churchill was Singapore het Gibraltar van het Oosten. Met al zijn fortificaties en kanonnen zou de stad onneembaar zijn. Maar de vraag is, was dat ook zo? Daarover meer in de volgende video.